In de Nationale Assemblee is vanmorgen de workshop De effecten van klimaatverandering op Suriname gehouden. Het doel van de workshop was om de leden van de Assemblee omstandig te informeren over onder andere de actuele situatie met betrekking tot de effecten van klimaatverandering op Suriname. Volgens DNA-voorzitter Jenny Simons is er besloten de klimaatworkshop, die meestal een eendaagse workshop is, in twee sessies te doen. Dit vanwege de grote klimaattop die van 6 tot 17 november in Bonn, Duitsland plaatsvindt. De tweede workshop vindt dan na de klimaatconferentie plaats. Als de Surinaamse delegatie terug is, kunnen wij als land nagaan wat gedaan kan worden aan de effecten van klimaatverandering op ons land, zegt Simons. En door deze periodieke workshop, die zo minimaal twee keer per periode van 5 jaar plaatsvindt, wil de Nationale Assemblee dus niet alleen zichzelf op de hoogte stellen over de actuele situatie in Suriname, maar wil ook de gemeenschap als geheel en zeker de beleidsmakers helpen en vragen om ook steeds te bekijken hoe ver we zijn, wat er gebeurt en of we adequaat reageren op wat er gebeurt. In een van onze klimaatworkshops weten we nog dat de meteorologische dienst bij ons was komen presenteren. Het is geloof ik 5 jaar geleden. En iedereen sprak over het weer. En ze hadden geen Dopplerradar. Er was wel geld voor vrijgemaakt, maar het was er niet of niet geïnstalleerd. En dan ga je als parlement ook, en de beleidsmakers die er zitten, die zijn ook meteen aan gaan werken. En zo kunnen we dan door met elkaar te bekijken naar waar wij zijn en hoe we moeten adapteren, dus hoe we ons moeten aanpassen, kunnen we dat ook effectiever doen, ongeacht de tijd en hoe moeilijk het ook mag gaan. We moeten ons aanpassen, anders gaan we grotere schade leiden. Aan de workshop hebben verschillende organisaties die zich met milieu- en klimaatonderzoekingen bezighouden, meegedaan. De ADECUS, die wetenschappelijk onderzoek verricht naar klimaatverandering, heeft een presentatie gehouden. Deze is door de hydroloog Riyad Noor Mohammed verzorgd. Hij vertelt wat de universiteit allemaal nodig heeft en doet om bepaalde conclusies te kunnen trekken. Oorzaak van klimaatverandering, en dat is het belangrijkste waar ik bij wil staan. Daar staat temperatuurverandering, neerslagverandering, zeespiegelstijgingen, extreme events. Dat is heel erg belangrijk. Daar draait klimaatverandering om, voornamelijk. Het zijn deze twee parameters, zeker temperatuur en neerslag, die alles bepalen. En natuurlijk zeespiegelstijging ook. De rest van het verhaal, de rest van de blokjes geeft de impact op andere aspecten, maar daar ga ik niet op ingaan. En u ziet aan de rand wat foto's in Suriname voor een deel, die u waarschijnlijk ook bekend zullen voorkomen. En natuurlijk is onderzoek belangrijk, want daar draait het om als onderzoeksinstituut. Wij hebben gegevens nodig en dan kunnen we dat analyseren en uiteindelijk de resultaten presenteren en voorhouden. Wij zijn geen aannemersbedrijf, dus wij gaan geen dingen bouwen. Wij zijn een onderzoeksinstituut. Wij moeten denk ik het voorwerk doen voor de rest van de organisaties en partners. Riyad Noor Mohammed, hydroloog verbonden aan de Anthony Comm Universiteit van Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van de workshop Effecten van klimaatverandering op Suriname. De workshop is gehouden in de vergaderzaal van de Nationale Assemblee.